Het was voor ons allen een vrij innerverend jaar om de rechtspraak gaande te houden. Het is financieel budgetair een heel moeilijk jaar geweest voor de bedrijfsvoering van het Hof, enerzijds vanwege de invloeden van het IMF-traject en anderzijds vanwege de omstandigheid dat de begroting over het dienstjaar 2022 veel te laat is goedgekeurd en pas onlangs in werking is getreden. Bijgevolg is de resolutie financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht vrij laat in werking getreden, pas. Ik bedoel, vandaag is 7 oktober, dat was een week terug. Het Hof kreeg daardoor bij mondjesmaat middelen toegewezen voor de bedrijfsvoering en dat tot een totaalbedrag van tot heden, bedrijfsvoering operations, SRD 1 miljoen. Het hele jaar door, vanaf januari. Operations, goederen en diensten, 6-12. Terwijl er voor de programma's nog geen middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Geen enkele programma op de begroting van 2022 zijn er middelen gestort. Het Hof rekent op deze middelen in het laatste kwartaal van 2022. Ik kan u meegeven dat ook de medewerkers binnen de rechterlijke organisatie het te verduren hebben gehad met de inflatie en de uitvoering van het IMF-traject. Wij hebben geduld betracht en crisismanagement toegepast, zowel in ons privéleven als ook binnen de rechtspraak. En we kijken met ledenogen toe hoe goede krachten van de rechterlijke organisatie wegtrekken. Door het wegblijven van minimale rechtspositionele verbeteringen, ten einde het hoofd boven water te kunnen houden. Er zijn goede krachten vertrokken uit de organisatie. Ze zijn nu heel elders gaan zoeken, in het buitenland, bedrijfsleven. Wij betreuren zulks enerzijds, doch hebben begrip voor de carrièresprong en lotsverbetering. Aantrekken van nieuw personeel blijft vanwege de bureaucratische perikelen een uitdaging